Daan, hij neemt niet op. Dit is de voicemail van Daan. Wat zijn ze op de crash? Dat hij gefokt was en dat hij zei dat het zijn dochter was en dat hij geen verantwoording hoefde af te leggen. Ik had haar net gebracht. Wedden dat hij gewacht heeft tot ik weg was? Oh, zak is het ook. Ik ga de politie bellen. Nee, wacht er even mee. Anders komt hij sowieso in een probleem. Ja, en? Geef me een half uur. Ja, en wat wil je doen dan? Ja, weet ik veel. Zoeken. Ja, sorry. Maar Daan kan me nu even helemaal geen reet schelen. Ik laat Louise niet in gevaar brengen door hem. Fuck.